Wij Nederlanders hebben een echte taalknobbel. Het blijkt uit onderzoek dat maar liefst 75% van de Nederlanders naast het Nederlands nog één of twee andere talen spreekt. Maar wat is nou de beste manier om een vreemde taal goed aan te leren? Daarover heb ik een gesprek met Johan van ESL Taalreizen hier in het prachtige Amsterdam. Johan, waar komt volgens jou die fascinatie bij ons vandaan voor vreemde talen? We zijn een heel klein land. Over de grenzen spreekt niemand Nederlands. Als je de verkeerde afslag op de snelweg neemt, dan begrijpt niemand je meer. Dus we moeten andere talen leren. Een leuke manier om een nieuwe taal te leren is een taalreis. Wat houdt een taalreis precies in? Een taalreis is een reis waarbij je naar een buitenlands land gaat om daar een gedeelte van je tijd te besteden aan het naar een talenschool toe gaan om daar een taalkursus te volgen. En in je vrije tijd dingen te doen die jezelf aanstaan. Door toe te passen wat je in die klas hebt geleerd, door nieuwe vrienden te maken, door veel plezier te hebben, door zo'n stad of zo'n land te ontdekken. Dat is wat je doet gedurende een taalreis. Als je bestemming eenmaal duidelijk is, wat is dan de volgende stap? Als je nu besloten hebt dat je weet naar welk land je toe wilt of naar welke stad je toe wilt, dan komen een aantal andere dingen die je moet gaan overwegen, ook op de tafel. Namelijk, wat voor soort talenschool vind jij zelf het prettigst? Zit je het liefst op een hele grote school, waarbij je kansen vergroot om heel veel mensen uit heel veel verschillende landen te leren kennen? Of heb je er nu de voorkeur voor om juist op een hele kleine talenschool te zitten? Zit je het liefst in een grote stad? Of zit je nu liever juist in een kleinere stad? Dat zijn allemaal overwegingen die mensen moeten meenemen wanneer ze besluiten voor een bepaalde talenschool. Is het zo dat een taalreis vast zit aan een bepaalde duur? Nee, mensen hebben volledige vrijheid, een minimum van 1 week. Er is geen maximum, dus het hangt volledig af van de tijd die mensen beschikbaar hebben, het budget dat ze beschikbaar hebben en de taalverhoging van niveau die ze willen bereiken in de tijd beschikbaar. Dan kan ik me voorstellen dat mensen een taalreis maken in groepsverband, maar is het ook iets wat je individueel kunt doen? Je kunt het zeker individueel doen. Mensen besluiten soms om in groepsverband op een taalreis te gaan, maar het merendeel van de mensen die een taalreis koopt, doet het nu juist individueel. Het grote voordeel namelijk van een taalreis is dat je niet bang hoeft te zijn dat je omkomt van eenzaamheid in de plek van bestemming, want een gedeelte van je tijd is namelijk al in beslag genomen door in klassikaal, in groepsverband, samen met andere internationale mensen zo'n taal te leren. Dus je ontwikkelt gelijk sociale contacten op hetzelfde moment dat je bezig bent om je taalniveau te verbeteren. Johan, dankjewel. Ik weet precies wat ik moet doen mocht ik ooit nog eens een keer Japans willen leren. Ik ben blij dat te horen. Mochten jullie thuis meer informatie willen over dit onderwerp, surf dan onze website www.lifestyleexperienceplus.tv.